Verenigde Staten de mijlpaal van 100.000 coronadoden wordt bereikt. Ondertussen vechten de twee landen elkaar de tent uit als het gaat om wie schuldig is aan de wereldwijde crisis. It came from China. It should have been stopped. It could have been stopped on the spot. They chose not to do it, or something happened. Either there was incompetence, or they didn't do it for some reason. 近来美国一些政客把新冠病毒同中国相联系，这是对中国搞污名化。我们对此强烈愤慨，坚决反对。 I have to call it where it came from. It did come from China. So I think it's a very accurate term. The Chinese Communist Party's response to the COVID-19 outbreak in Wuhan have accelerated our more realistic understanding of communist China. The party chose to destroy live virus samples instead of sharing them or asking us to help secure them. It has come to our attention that some political forces in the U.S. are taking China-U.S. relations hostage and pushing our two countries to the brink of a new Cold War. China, Sjoerd Enda, China-correspondent voor de NOS. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken van China. Yep, die heeft het dus over een nieuwe koude oorlog. Dat klinkt een beetje eng, eerlijk gezegd. Ja, het wordt er niet gezelliger op wat dat betreft. Tegelijkertijd, dit zijn ook woorden die we eigenlijk de laatste maanden en jaren ook al wel, met name sinds Donald Trump in het Witte Huis is gestationeerd, horen ook uit Chinese mond. Mm-hmm. China is heel lang vrij stil geweest. Heeft altijd ervoor gekozen om de kop niet te ver boven het maaiveld uit te steken. Na Mao Zedong, waarin ze vooral met zichzelf bezig waren, kwam Deng Xiaoping, die de luiken opengooide. Maar wel met het idee van jongens, we moeten eerst zorgen dat we onze eigen economie gaan opbouwen en daar vooral niet te veel over gaan opscheppen. Ja. En de laatste maanden, en met name door corona is dat wel versterkt eigenlijk, ja, zie je dat ze zelf ook wat hoger van de toren blazen en ook met dit soort scherpe bewoordingen komen. Ja. En dan valt dit eigenlijk nog wel mee. Dan valt dit nog mee, vind jij? Ja, nou ja, als je kijkt wat er op Twitter rondgaat de laatste tijd, van alle kanten. We hadden natuurlijk gezien dat Trump op een gegeven moment riep dat het misschien wel een goed idee was om desinfectiemiddel te gaan importeren. Ja. Ja, dan zie je direct wat filijne tweetjes vanuit China komen. Over de Great Firewall heen dus, zeg maar. Waarin zelfs iemand van het staand comité van de partij, een woordvoerder daarvan, heb je het echt over de partijtop tweeten. Van, nou ja, misschien is dat inderdaad wel een goed idee dat sommige mensen in Washington dat gaan doen. En gaan ze het niet injecteren. Dan kunnen ze er in elk geval mee gaan gorgelen. Want dan kunnen ze dat politieke virus niet verder verspreiden. Dus het is echt een strijd tussen die. En dat is iemand uit de partijtop. Dit is iemand uit de partijtop, een woordvoerder daarvan, die dus in elk geval een go heeft gekregen om dat de wereld in te helpen. Dat associeer ik echt zo niet met Chinezen, die filijne toon. Het is echt iets nieuws wat dat betreft. Dat normaal gesproken was het zo van, tik je mij op de wang, dan krijg je de andere wang terug. Ja. We hebben afgelopen week de ambassadeur van China hier in Nederland ook gesproken over die hardere toon, zeg maar, van de diplomaten. Op Twitter dan met name. Ze zoeken natuurlijk ook de media wat meer op de laatste tijd. Men zegt, ja, wij moeten ons verdedigen, zeg maar. Door Trump, voor Pompeo, die natuurlijk wel extreem hard erin gaan. Minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Precies, die gaan met gestrekt been erin. En China heeft zoiets, wij moeten ons verdedigen. Nou, ik denk dat daar nog een stapje bovenop kan. En dat zij gewoon keihard in de tegenaanval gaan. Ja. Omdat ze zoiets hebben, ook voor hun eigen bevolking. Van ja, wij moeten wel laten zien dat wij die sterke partij zijn. Laila Frank, Amerika-specialist. Ja. Ik heb het idee, in bepaalde kringen in de VS is China de vijand op dit moment. Ja, nou moet je zeggen dat er zowel bij Republikeinen als Democraten in de afgelopen jaren al wel veel meer het gevoel van dreiging is geweest. Hè. De opkomst van China wordt door heel veel Amerikanen gezien als een bedreiging. Mm-hmm. Ik denk dat jij refereert aan de president op dit moment. Nou, niet alleen de president, wel in meer kringen toch? Met name voor de president, voor de Republikeinen, is China op dit moment de grote vijand. Hè. Je ziet Donald Trump net China verwijten dat ze niet gehandeld hebben, niet snel genoeg gehandeld hebben, informatie hebben achtergehouden. Hij heeft het woord massamoord ook gebruikt. Dus hij verwijt China het virus, maar ook alle gevolgen daarvan. En voor de president is dat op dit moment vijand nummer één. Want voor de president is de grote strijd dit jaar natuurlijk de verkiezingen. Op dit moment zijn er 38 miljoen Amerikanen die in 2 maanden tijd hun baan zijn verloren. En Amerikanen maken zich echt heel veel zorgen over hun lijf en leden. Iemand moet daarvoor de prijs betalen in november. En op dit moment is dat de president. Dus je ziet, hè, ondanks enorme steun binnen zijn eigen partij nog steeds, dat de trend in de peilingen is dat de rest van Amerika hem niet steunt. Dat voelt hij ook. En dan is politieke strategie les nummer 1. Wij zijn vijand aan. En China is een hele goede vijand op dit moment. En houdt Trump eigenlijk nog steeds vol dat het virus uit een mysterieus lab komt in Wuhan?
Ja, hij heeft gezegd, ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar ik heb duidelijk of belangwekkend bewijs gezien dat dat zo is. Hij is daar niet van teruggekomen. Nee, hij houdt er nog steeds vol. Maar jij bent daar geweest, hè, Sjoerd, bij dat. Het is toch een beetje een beroemd labs inmiddels. Ja, we zijn er naar op zoek gegaan. We zaten in principe een week in Wuhan. Hier sta je voor het laboratorium. Het is inderdaad voor dat virusinstituut in Wuhan, zeg maar. Een type 4 laboratorium heet het dan, zeg maar, het meest strenge laboratorium in zijn categorie. Daar was China erg trots op. Met name vanuit Amerika veel geluiden over veiligheidsissues rond dat lab. Maar kwam je erin? Nee, we kwamen niet binnen. We hebben met name via de lokale overheid geprobeerd om op verschillende plekken binnen te komen. Dit was daar één van, dat lukte niet. En dan wil je toch gaan kijken. Niet in de hoop dat je daar iets gaat vinden. Want ja, niet erin is niet erin, zal ik maar zeggen. Maar wel om te kijken of daar spanning was. We zijn eerder naar die wildmarkt geweest in Wuhan. Versmarkt, ja, zou je ook kunnen zeggen. Daar was het extreem spannend. En we hadden zoiets, we kunnen in elk geval kijken wat de sfeer daar is. Of dat inderdaad zo geheimzinnig is. Of dat ze nu zoiets hebben van, nou ja, laat die journalisten in elk geval daar maar hun stand-upje, zoals het dan heet, opnemen. Ja. Maar was daar iets? Merkte je daar spanning? Of? Nou ja, totaal niet dus. En dat vond ik ergens wel verbazingwekkend. Want meestal heb je altijd wel één of twee mannen, meestal, die daar in elk geval de boel monitoren en je credentials, je perskaart komen checken. Mm-hmm. Er stonden nu wel twee mensen uit de buurt daar. En of die daar waren neergezet of niet, ik weet het nog steeds niet. Ja. Die hebben dan een vraag gesteld van, goh jongens, wat is hier aan de hand? Is er een kans dat dat virus hier ontsnapt is? En die kwamen dus weer met de theorie die de Chinese woordvoerder van Buitenlandse Zaken graag de wereld in helpt, / blijft helpen, dat virus misschien wel door de Amerikanen gebracht is. Dus nee, daar kom je. Ja, en zo bieden ze lekker tegen elkaar op. Ja, daar kom je dus niet heel veel verder mee. Vandaag, of afgelopen weekend eigenlijk moet ik zeggen, zijn de Chinezen wel weer naar voren getreden met een nieuw propaganda-offensief. De directeur van het instituut is ook naar voren getreden. Wij kregen ook een mailtje weer in onze inbox bij de NOS dat we dat interview prima integraal zouden kunnen gebruiken. En wat zei hij dan? Daarin werd het wederom ontkend dat het virus daar ontsnapt zou zijn. Okay. De kans volgens wetenschappers in elk geval lijkt ook klein dat dat het geval zou zijn. Het lijkt nog steeds de meest waarschijnlijke weg dat dat vanaf een vleermuis, mogelijk via een ander dier, een pangolin, een soort van dennenappelachtig beest op mensen. Een dennenappelachtig beest? Ja, goed. Ja, het is een schub hier. Een beest met enorme schubben. En ik geloof dat Arjen Lubach op een gegeven moment het een dennenappel heeft. Ja, dat is misschien nog wel de beste omschrijving. Maar dat eigenlijk nog steeds wel het meest waarschijnlijke lijkt. In dat videootje, de directeur van het instituut, die zei, wij hebben virussen, we hebben een aantal virussen die uit vleermuizen komen. Maar als je kijkt naar het genoom, zeg maar, van de virussen die wij hebben, dan komt dat maar voor 80% overeen met dat SARS-coronavirus wat we nu dus zien, wat COVID veroorzaakt. Ja, laten we even kijken naar waarom dit zo'n fijn onderwerp is voor beide grootmachten. Lale, je had het er net over. Dat China helemaal niet, ik kan me even niet precies herinneren wat je exact net zei, maar je zei iets van, zo lekker ligt het onderwerp China niet in de VS. Nee, het is, kijk, voor de Amerikanen zien de opmars van China natuurlijk al jarenlang gaan. Ja. En dat voelt ook als een bedreiging in heel veel opzichten. En een belangrijk onderdeel daarvan was natuurlijk de handelsoorlog, die nog steeds gaande is. Er is een eerste deal gesloten. Maar in politieke termen wordt China gezien als de grootmacht die de banen afpakt. Dus China op zich is niet meer het hele grote populaire land wat we altijd maar moeten, hè, wat Amerika altijd maar moet helpen en vooruit moet brengen. Maar er is ook een trend. Ik geloof dat 75% van de Amerikanen inmiddels wel denkt, nou, dat China, rustig aan maar. Ja. Laten we even kijken naar, want het ging natuurlijk, hè, tot voor kort ging het alleen maar over die handelsoorlog. Ja. Even voor pre-coronatijd. We kunnen het bijna niet meer ons herinneren. Maar het is niet zo heel lang geleden. En dit zei Trump over het handelsakkoord anderhalve week geleden. I don't want to talk to him right now. We'll see what happens over the next little while. They're buying a lot of our material. They're spending a lot on the trade deal, but the trade deal, I don't know, somehow I lost a little flavor for it, you can understand. He lost a little flavor for it. Hij heeft er gewoon even niet meer zo zin in. Mooie Trumpiaanse uitspraak. Ja. Nee, het is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Dat is ook des Trumps. Ik denk dat wat belangrijk is voor Trump als het gaat over het handelsakkoord is de overwinning intern, dus de electorale overwinning.
En dat is dat de boeren hem nog steeds over het algemeen steunen. Die hebben natuurlijk heel veel last gehad van dat handelsakkoord. Die konden hun spullen niet meer naar China exporteren. Die hebben hun hand moeten ophouden bij de overheid. Dat doet pijn, want ze zeggen zelf, we willen liever handelen dan dat we ons hand ophouden. Ja. En het vermoeden was, of de hoop bij de Democraten was, nou, die boeren die stappen wel over naar ons, want die Trump die knijpt ze af. Maar alle boeren die ik gesproken heb, het overgrote merendeel, zegt dan, het is verdomme, oh sorry voor mijn woordgebruik, het is hartstikke goed dat iemand die Chinees eens een keer aanpakt. Want het is ook geen eerlijke prijs. Maar dat zeggen de boeren. Steun heeft hij nog steeds. Ja, maar dat is een hele belangrijke groep voor Donald Trump en een hele belangrijke electorale overwinning. Dus de winst voor Donald Trump is, A, er ligt een voorlopig akkoord. Hij heeft iets bereikt na veel vechten. En B, hij heeft nog steeds de steun van zijn achterban. We krijgen verkiezingen straks in het najaar. Daar kijken we allemaal reikhalzen naar uit. Het is toch een beetje smullen op een bepaalde manier. China gaat daar een hele belangrijke rol in spelen. We hebben een spotje van Trump. Dat gaat er al over. This is a crisis. This is no time for Donald Trump's record of hysterical xenophobia. Biden's son inked a billion-dollar deal with a subsidiary of the Bank of China. It is in our self-interest that China continue to prosper. What a beautiful history we wrote together. Banning all travel will not stop it. The president is right. That travel restriction on China, as every public health official we've talked to said, bought the country time. That was a very smart move right there. Hysterical xenophobia. Germany. Xenophobia. I complimented him on dealing with China. I'm not going nuts. Ja, de film komt volgende week uit. Nou ja, wat je ziet, kijk, wat Donald Trump doet is, hij wil laten zien, ik ben sterk, ik treed op tegen China. En Biden is eigenlijk een speelpopje van China. Beijing Biden noemt hij hem ook steeds. Hij heeft gezegd, Biden onderschat dit land enorm. Ja. Daar heb je niks aan. Kies voor mij, want ik zal opstaan tegen deze grootmacht. En op die manier gebruikt de president China in zijn campagne. Dus het is een manier om Biden ook aan te vallen en te laten zien, ik ben een sterke leider. Ja. En deze crisis is niet mijn schuld, dat is de schuld van China. Geef mij de kans nou maar om Amerika weer op te bouwen. En daar ligt het. Vanaf de andere kant, vanaf de kant van Joe Biden. Ja. Net zo subtiel. Ja, gaan we er ook naar kijken? Ja, tuurlijk gaan we er naar kijken. Wat dacht je? He failed to act. So now Trump and his allies are launching negative attacks against Joe Biden to hide the truth. Here are the facts. Biden told Trump he should insist on having American health experts on the ground in China. I would be on the phone with China and making it clear. You have to be open. You have to be clear. We have to know what's going on. But Trump rolled over for the Chinese. Trump praised the Chinese 15 times as the coronavirus spread across the world. It's a tough situation. I think they're doing a very good job. Donald Trump left this country unprepared and unprotected for the worst public health and economic crisis in our lifetime. And now we are paying the price. Nou, net zo subtiel. Ongeveer dezelfde boodschap onder de kant op. Sjoerd, wie hopen ze nou eigenlijk in China wie de president wordt? Ja, ze bemoeien zich daar liever niet al te veel mee in het openbaar, zeg maar. Ik denk in eerste instantie dat ze misschien nog wel zoiets hadden toen Donald Trump aan de macht kwam, van hier kunnen nogal wat deals mee gaan sluiten. Donald Trump is voor Beijing een hele moeilijke president gebleken. In die zin dat daar op bepaalde aspecten, bepaalde terreinen, handel wel een deal mee gesloten kan worden. Mm-hmm. Maar dat er ook op andere terreinen gewoon heel veel problemen zijn ontstaan voor China. Bedrijven die in de problemen komen nu, Huawei met de grotere ontwikkeling. En dat Trump voor Peking eigenlijk nu ook wel een erg lastige is om mee door te gaan. Dus je zou zeggen Beijing Biden, Biden, als hij genoemd zou worden, zou dan heel prettig zijn. Tegelijkertijd, Biden die wordt natuurlijk nu ook door Trump in een hoek geduwd, waar hij ook wat scherper tegen China moet gaan optreden. En Biden, als we het hebben over alles behalve China, zou nog iets beter in staat zijn misschien, maar dat kan jij beter zeggen dan ik, om een internationale alliantie, zeg maar, tegen China op te zetten, waar Trump dus niet in geslaagd is. Die is in zijn eentje gaan bekvechten met Xi Jinping. En Biden zou misschien in staat zijn om dat met bijvoorbeeld ook de Europese Unie samen te doen. Dus dat zou voor Peking nog een grotere bedreiging kunnen zijn. Want op dit moment staat Biden voor, volgens mij. Ja, jongens, nog 5,5 maand te gaan. Dat zijn de peilingen van vandaag. En inderdaad, in de meeste peilingen staat Biden op dit moment voor. Maar Biden heeft een heel groot probleem ook. Want er is een
enorm gebrek aan enthousiasme. Dus Biden is de kandidaat uit armoede en hij zal ontzettend hard moeten vechten voor elke stem. Ja. En dat betekent dus ook dat hij... Kijk, zijn campagne gaat nog steeds over leiderschap. Hij gebruikt China ook om te laten zien en corona met name om te laten zien... Kijk, dit is niet de leider die Amerika nodig heeft, Donald Trump. Ik ben de leider. Jongens, rustig. We kunnen allemaal weer rustig gaan slapen. Dat is eigenlijk de boodschap van Joe Biden. Hoe komt het dat die democraten niet een progressieve, visionaire, jonge leider hebben gekozen? Ja, hele goede vraag. Het heeft denk ik met twee dingen te maken. Het veld was ontzettend... Kijk, ze hebben zich volledig laten overvallen door het presidentschap van Trump. Er is geen moment van bezinning geweest. Geen moment van, we likken onze wonden, waar gaan we heen met de partij? Wat maar je normaal nu drie jaar doet. Wel. Nee, ze hebben zich 3 jaar lang volledig laten opeten door Donald Trump. En zich volledig laten regeren. Het veld was ontzettend breed, meer dan 25 kandidaten. Dan winnen de kandidaten die grote naamsbekendheid hebben, want de rest spreekt er gewoon niet doorheen. Bernie Sanders was nog too much. Dit is even de hele korte samenvatting. Hè? Too much. En Joe Biden was dan toch de, ja, voor het gevoel, veilige keuze. Ja. To be continued. Kan dank. Kan iets mooiers van maken. Allen. Het festivalseizoen zou natuurlijk nu in volle gang zijn, maar ja, voorlopig is